Nou, hallo. We zijn hier bij Wijngroothandel De Best. En we gaan vandaag wijn proeven met regio 22 en 65 ondernemers uit de regio. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, welkom hier op de wijnenproeverij van regio 22. Ja, dankjewel. Hoe is het wijntje? Zoet. Ja. Ja? Ja, een beetje zoet voor mij, iets te zoet. Maar ik denk dat heel veel mensen misschien dat wel lekker vinden. Heeft u al vaker meegedaan aan een wijnproeverij? Ik heb zelf een wijnimport. U heeft er gewoon verstand van? Ja, wij proeven duizenden. Ik mag wel zeggen tegen de 1000 wijnen minstens in een jaar. Zo, goedemiddag. Hallo. Wie bent u? Mijn naam is Hans Knol van Spark Security. Veiligingsfirma. Wij hebben Horen 80, daar doen wij het cameratoezicht. En de beelden die daar opgenomen worden, die kijken wij uit in een toezichtscentrale in Alkmaar. Dus wij zijn gespecialiseerd in het toezicht van camerabeelden. Nou, heel goed. Wat verwacht u van deze wijnproeverij vandaag? Ik verwacht er eigenlijk heel veel van. Er is een behoorlijke opkomst. En we zullen kijken wat er verder uitkomt. Maar ik ben er heel enthousiast over. Heeft u een beetje verstand van wijnen? Wijn eigenlijk niet, nee. Eigenlijk niet. Nee, maar ik heb net een glas wijn tot me genomen en ik moet zeggen dat was verrukkelijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie bent u? Ik ben Paul Blom. En wat doet u? Ik ben een collega van meneer De Best. Ik doe in wijnen gedistilleerd. Oh, dan heb ik waarschijnlijk net uw vrouw gesproken. Oh, dat kan, ja. U heeft een destilleerderij in Horen. In Horen en bij een import en distributie, ja. Nou, heel goed. Wat verwacht u van vandaag? Wat ik verwacht van vandaag? De hele regio 22 ten voeten uiteraard. Ik zie regelmatig tijdens het zeppen 's avonds, de laatste rondgang, zie ik altijd wat jullie voor moois in elkaar hebben gezet. Over kookprogramma's en regionaal nieuws. En dat is in de regel echt wel de moeite van het bekijken waard. Mijn naam is Bert Ooms van Bert Ooms Verhuizingen. Verhuizingen. En waarom bent u hier vandaag? Er stond iets in de uitnodiging over regio 22, wat heel interessant was. Maar ik weet het eigenlijk niet meer. Zo druk dat, maar ik denk, nee, ik moet hierheen. Ja, goedemiddag. Hi. Wie bent u? Ik ben Rochelle Geels. En u heeft uw eerste wijntje net geproefd. Ja. Hoe was die? Hoe is die? Ja, normaal neem ik altijd een slok en dan denk ik van dat is lekker. Maar nu ben ik echt heel bewust aan het proeven. Dat is wel even anders natuurlijk. Ja, ik vind hem wel lekker, maar de nadronk, hoe zeg ik dat, vind ik wat apart. Maar het kan ook wel tussen de middag is hoor. Ja, het is natuurlijk ook wel erg vroeg. Heeft u wel eens eerder meegedaan aan een wijnproeverij? Nee, niet in Nederland. Wel eens met cognac heb ik het wel eens gedaan, met een cognacproeverij. Maar daar heb ik helemaal geen verstand van, dus dat was helemaal makkelijk. Maar nee, dit ken ik niet. Van welk bedrijf bent u? Ik ben van Fortis. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Is het een goed wijntje? Ik vind hem een beetje zuur. Zuur? Maar ik ben niet echt een wijnkenner, moet ik bekennen. Heeft u wel eens meegedaan aan een wijnproeverij? Ja, diverse keren, ja. Wat verwacht u van deze middag? Ik ben hier naartoe gekomen omdat ik geïnteresseerd was in wat de regio 22 me te bieden had. Ik was er wel iets van op de hoogte. Ik ben ook wel op de hoogte van de Hermansgroep, wat die allemaal doet. En ja, het krijgt meer voeten en aarde onder zich, denk ik, zo langzamerhand. Ja, dat klopt. Van welk bedrijf bent u? Ik ben van Volvo 3 in Horen en Purmerend. Ja, ik hoef niet te vragen wat het bedrijf doet. Hè. Ik verkoop Volvo's. Ja, personenauto's. Ja. Ja. Hey, heel veel plezier vanmiddag. Ja, dankjewel. Nou, hallo. Hallo. Wie bent u? Ik ben Steven Lassonde van Oprecht Advocaten. U bent wijn aan het proeven. Heeft u al een goede wijn ontdekt of niet? Nee, ik heb pas één slokje gehad eigenlijk. En welke was dat? Die eerste, die witte. We waren tot de conclusie gekomen dat het inderdaad een droge witte wijn was. Maar ja, dat staat er al bij, hè? Ja. Vond u hem lekker? Nou, niet echt. Dat was niet mijn smaak. Wat verwacht u van deze dag vandaag? Ik ging er eigenlijk blanco heen. Ik had niet verwacht. Bent u nog steeds blanco? Ja, nou eigenlijk nog wel, ja. Nou, te gek. Ik hoop dat u nog wat opsteekt vandaag dan. Dank u. Veel plezier vandaag. Ja, hetzelfde. Hoi. Laatste wijntje geproefd, zie ik. Ja, dat is ook overduidelijk. Ja, welk was de lekkerste? Lekkerste is voor mij eerste glas.
En kon u alle wijnen herkennen, waar ze vandaan kwamen enzovoort? Ik zeg hier altijd, het is overduidelijk. Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee. Precies. Is dit uw eerste wijnproeverij? Ja, is mijn eerste. Ja. Wat vindt u van de dag tot nu toe? Ik vind hem heel, heel vrij, heel goed. Ja, niet zo stijf. Van welk bedrijf bent u? Snijdige Restenwaarders, GGR. En wat ze doen hoef ik niet te vragen, hè? Nee. Duidelijk. Ja. Duidelijk verhaal. Goedemiddag. Hallo. Wie bent u? Ik ben Frank Wijten van PeopleForce. En wat doet dat bedrijf? We zijn ICT-adviseurs. Is dit uw eerste wijnproeverij of niet? Niet de allereerste wijnproeverij, maar wel hier. Ik ben hier nog nooit eerder geweest. Wat vindt u ervan hier? Ja, gezellig, leuk. Welk is een leuk bedrijf dit? Dit bedrijf, ja, is voor mij ook nieuw. Ik vind het ook heel gezellig. Welke wijn vond u het lekkerst? De witte. En wat was de oorsprong van die wijn? Waar komt die vandaan? Ik hoop Duitsland, want dan heb ik het goed op het formulier ingevuld. Maar helemaal zeker weten doe ik dat niet. Ik heb al heel veel mensen gesproken. Iedereen heeft Duitsland ingevuld. Dus ik denk dat u goed zit. Oké, nou, dat zou mooi zijn. Denkt u dat u een prijswinnaar bent of niet? Ik ben niet zo'n wijnkenner. Ik vind wijn heel erg lekker, maar je moet dit soort dingen eigenlijk niet aan me vragen. Ik weet wat ik lekker vind, maar ik ben geen echte kenner wat dat betreft. Nou, de prijswinnaars van het wijnproeven zijn bekend en heel apart. De eerste, de tweede en de derde prijs in alle drie gevallen in dat hoekje daar. Dus we gaan eens even kijken hoe dat kan. Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Eerste prijs. Het valt mij op dat alle drie de prijzen in dit hoekje zijn gevallen. Nou, dat klopt. Hebben jullie samen gespeeld, of niet? Nou, niet echt. We hebben het besproken. En iedereen heeft het zelf ingevuld. Dus, nou ja. Okay, en u was volgens mij de enige, of samen met iemand anders, die alles goed had? Ja, met z'n tweeën waren we. Hey, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Derde prijs. Ja, wat een feest. Wel een beetje gedeeld derde prijs, hè, met nog 9 andere mensen. Ja, dat klopt, ja. Wat gaat u ermee doen? Ja. Nou ja, 2 maanden brennen zie ik. Ja. En een advertentie in de Zondagskrant. Ja, altijd leuk. Kunt u zelf uploaden, hè, vanaf thuis? Heeft u het een beetje meegekregen, het verhaal? Ja. Nee, maar ik weet hoe dat werkt. Dus dat gaat helemaal goed komen. Vond het een leuke dag? Jawel, ja, altijd leuk. Nou, bedankt dat u er was. Nou, goedemiddag. Dag. U heeft tweede prijs gewonnen. Ja, tweede prijsje. Bent u blij? Ik ben hartstikke blij, ja. En ik denk ook dat wij met die prijs hele mooie dingen voor onze instelling, voor ons bedrijf kunnen doen. In de reclamezin bedoel ik. Had u alles goed? Ik had alles goed, ja. Als enige dan dus, samen met de eerste prijs? Samen met de eerste prijs, ja. Verkeerde kurkje getrokken. Ja, vond u het een leuke dag vandaag? Ja, dat was een leuke dag, ja. Ja, prima. Wij zijn van Altijd in de Buurt, hè? Dat is een programma. En volgens mij ben je daar altijd wel mee in de buurt. Ja, daar ben ik altijd wel mee in de buurt, ja. Het heeft niet zo heel veel met deze dag te maken, maar mag ik even een stukje meerijden? Ja, mag. Okay, nou, feestje. Nou, het is een Porsche Turbo, staat erop. Dat was toch wel absoluut het leukste van deze dag, denk ik. Altijd in de buurt. En... Maar ja, groetjes nog.